Dit is Adalberto op zijn best. Sinds deze maand mag hij zich Mr. Rubber van de wereld noemen. De grootste titel binnengehaald voor rubbermannen in de wereld. En dat is een grote eer. Adalberto fantaseerde al jaren over rubber. 3 jaar geleden durfde hij ervoor uit te komen. Het shiny van de rubber, heel gaaf. En ook dat rubber kan heel strak zijn, dus eigenlijk een tweede huid. En dat vindt hij niet alleen. Ik hou het meest van full suits, dus helemaal aan. En dan zwart vind ik heel erg mooi, maar ik probeer de laatste tijd ook wat meer andere dingen. Ik heb meerdere fetishes voor verschillende stoffen. Rubber is lekker glad, ik heb het nu ook aan. Ja, jij hebt wel een heel mooi outfit aan. Het is geen rubber, maar het is leer. Maar ik heb geen rubber, dus ja, ik moet toch een beetje, ik wil niet te veel uit de toon vallen. Maar het rubber heeft ook nog een andere bijkomstigheid. Ik weet niet of ik dat mag zeggen op tv, maar het is natuurlijk ook gewoon geil. Het is gewoon lekker. Elke beweging voel je over je lichaam gaan als een soort tinteling. En daarin te zweten en het water langs het lichaam te voelen lopen. Het is ook een beetje geil, of niet? Ja, tuurlijk. Het is ook seks. Ja. Ja. En als je wil, kan je je behoefte gelijk kwijt. Sommigen die gaan naar beneden en gaan eventjes even spelen. Ik vind rubber dusdanig lekker dat ik daar geil van word. En dan zou ik mannen zien in rubber. Nou, als je naar onze kelder gaat wat helemaal vol hangt met rubber, dan heb je echt zoiets van, oh, nu kom ik in de hemel uit ongeveer. En daar komen ze allemaal eerlijk vooruit, al weten de collega's van Adalberto nog van niets. Denk je dat ze hierop zullen reageren? Ik ben benieuwd.